Sint-Niklaas en Petegem hebben er een kansloze wedstrijd van gemaakt. Het was zoeken op kansen in beeld te hebben. En als er dan al één was die een goal oplevert voor de bezoekers, wordt de goal onterecht afgekeurd voor vermeen buitenspel. Sparta Petegem krijgt echter loon naar werken in de tweede helft, want wanneer ze voor eenmaal te veel ruimte krijgen, staat de leider 0-1 voor. Een voorsprong die ze niet meer uit handen geven. En zo staat de thuisploeg op een achtste plaats, waar de bezoekers uiteraard op de eerste plaats blijven staan, een die ze delen met KFC Isegem. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen lieten niet veel ruimte toe. Denk misschien op basis van de tweede time, want ik wil het afgekeurde doelpunt toch een keer bekijken. Op basis van buitenspel, ik vind het toch een beetje raar dat doelpunt. Maar uiteraard zijn dat mooie punten, dus de wedstrijden tegen Sint-Niklaas en Petegem zijn altijd wel spannend en er zit weinig verschil. En vandaag zag je duidelijk, de ploeg die ging scoren, ging winnen en dat is dus zo geworden. Ja. Ik denk dat het karakter is van de twee ploegen. Ik denk mentaliteit op de top eigenlijk. Zowel bij Petegem, bij ons hebben we het nodig met mentaliteit en hebben we de 20 gezien. Hè. Vechten, bonken, alles. En jammer.